Als medisch specialist wil ik de beste zorg verlenen aan mijn patiënten. Om de kwaliteit te blijven verbeteren is het belangrijk dat we goed weten hoe onze kwaliteit is. Dat inzicht verkrijgen we door goed te registreren. Registreren binnen ziekenhuizen is omvangrijk en complex en de vraag naar kwaliteitsinformatie is steeds meer toegenomen. Het is daarom belangrijk dat we het registratieproces goed inrichten. We hebben een animatie gemaakt waarin we uitleggen hoe we dat willen gaan doen en waarom. Nederlandse ziekenhuizen behoren tot de Europese top. Om de beste zorg aan de patiënt te blijven bieden, is inzicht in kwaliteit nodig. Belangrijk hierbij is dat de verschillende gegevens op de juiste manier worden geregistreerd. Binnen dit ziekenhuis houdt Reggie overzicht op de registratie. Informatie over kwaliteit is in de eerste plaats nodig voor ziekenhuizen en medisch specialisten, om te kunnen verbeteren en om van elkaar te leren. Deze informatie is ook nodig om vragen van patiënten, verzekeraars, de inspectie, politiek en de media te beantwoorden. Er is steeds meer vraag naar informatie over kwaliteit en dit betekent dat Reggie de afgelopen jaren steeds meer is gaan registreren. Om alle vragen te kunnen beantwoorden wil hij dit slimmer gaan aanpakken. Allereerst door met elkaar te bedenken hoe we kwaliteit precies definiëren. Laten we als voorbeeld eens kijken naar de kwaliteit van een knieoperatie. Is zo'n operatie geslaagd als de patiënt tevreden is? Of is de operatie geslaagd als de medische behandeling 100% goed is gegaan? Of is de operatie geslaagd als de patiënt weer snel naar huis kan of snel weer zonder pijn kan lopen? Vervolgens gaat het er dan nog om hoe je dit precies meet. Overeenstemming over de juiste definitie van kwaliteit zonder verschil van interpretatie is dus van groot belang. Als we de definitie hebben bepaald, wordt gekeken naar welke factoren moeten worden meegewogen. Denk dan bijvoorbeeld aan aard van de aandoening, medische historie en conditie van de patiënt. Een jonge, gezonde patiënt bijvoorbeeld zal in bepaalde gevallen sneller herstellen dan een oudere patiënt die meerdere aandoeningen heeft. Wanneer bij een behandeling de definitie van kwaliteit en de weging van de factoren zijn bepaald, is het van belang dat iedereen op dezelfde manier gegevens invoert. Het gaat om medisch codeurs, verpleegkundigen, medisch specialisten, receptionistes. In een ziekenhuis zijn tientallen tot honderden computersystemen actief. Deze moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Gegevens die op een bepaalde plek worden ingevoerd, moeten op een andere plek weer gebruikt kunnen worden, zonder dat ze aangepast hoeven te worden. Kortom, we vinden het belangrijk om kwaliteit inzichtelijk te maken. Dat willen we op een juiste en efficiënte manier doen en daarom willen we kwaliteitsregistraties toetsen. We werken eraan door samen met betrokken partijen afspraken te maken over de juiste definitie van kwaliteit. Hierbij willen we steeds meer nadruk leggen op het meten van de effecten van de behandeling. Uniformiteit bij registratie. Het is de bedoeling dat alle medewerkers dezelfde werkwijze en definities hanteren. Efficiënte registratie. We werken toe naar eenmalige registratie aan de bron. En het toetsen van kwaliteitsregistraties. Dat doen we om zeker te zijn dat registraties effectief en doelmatig zijn.